Nou ja, ik ben dus Rolien. Ik werk als data-analyst bij Verantwoording. Dus ik ga inderdaad even over de lump sum data. Hij gaat wel echt heel snel. Sneller praten. Heel snel. 5 minuten. Toch nog even terug. Ik zit ook gedeeltelijk bij Duo. Want Duo is natuurlijk onze uitvoeringsorganisatie. Dus die heeft heel veel van deze data. Maar OCB zelf heeft natuurlijk ook weer hele andere open data. Ja. Klik. Dat was mijn informatie. Ik heb hiervoor een dus bij de Algemene Rekenkamer. Klik. Ik zou even heel kort misschien iets zeggen over lumpsumbekostiging. Want dat is best wel een grote term die niet misschien voor iedereen even bekend is. Maar zoals we in ieder geval vanuit het ministerie benaderen, wordt er internationaal best wel positief eigenlijk gedacht over lumpsum. Omdat je aan de ene kant heel veel vrijheid ook geeft aan de besturen. Dus besturen hebben de vrijheid om echt de lokale situatie meer maatwerk te bieden. Dus er zijn heel veel redenen waarom we dit doen. Maar er zijn ook zeker heel veel verbeterpunten en dingen waar we nu tegenaan lopen. Ik denk dat je dat al heel goed hebt uitgelegd, dus daar hoef ik niet verder op het oor te gaan. Maar dat heeft wel wat implicaties ook voor de data. Dus een van de dingen is dat we de financiële verantwoording afleggen op bestuursniveau. Dus op bevoegd gedragsniveau. Terwijl vaak als je prestaties wil bekijken, is dat meer op schoolniveau, oftewel BRIN-niveau. Los daarvan heb je dus ook nog vestigingsniveau. Dus je hebt een soort van disbalans in levels van de informatie. Maar we weten daar al best wel veel wat van, dus wij kunnen die informatie ook aan jullie bieden. Het is alleen even dat je goed moet weten waar je naar aan het kijken bent. Dus ik heb in ieder geval, ja, klik, echt al wat data links natuurlijk gegeven. Dus dit is eigenlijk data van de jaarrekeningen. Ik denk dat je daar de meest interessante informatie uit kan halen. We hebben een systeem heet XBRL. Dat betekent dat al onze financiële posten gelijk getrokken zijn over alle besturen. Dus dit is niet alleen maar PO of primair onderwijs en VO. Dit is eigenlijk alles. Dus universiteit ook, MBO ook, zit hier allemaal in. Dit is de link naar Duo. Dit zijn allemaal Excel-bestanden. De periode is 2012-2016, maar in september gaan we waarschijnlijk updaten. Dus dan zal 2013-2017 zijn. Het zijn allemaal besturen die de afgelopen 5 jaar door OCB zijn bekostigd. Het zit dus binnen een taxonomie. Dat betekent het ook dat er een hiërarchie zit in de databestanden. Dus dat is ook goed om te weten. We hebben de staat van baten en lasten, de balans en het kaststroomoverzicht, die worden alle 3 gegeven. We hebben ook een API. Daar staan vooral leerlingenbestanden in. Dus minder de financiële bestanden. Dus als je alleen naar de API zou kijken, dan zie je op een hoger niveau de balans en de baten en lasten. Maar we hebben die informatie wel op een lager niveau. Je moet even net op een andere plek kijken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook toezichtsinformatie. Dus dat is misschien meer de informatie over kwaliteitsindicatoren. Dat is vooral gegevens van de inspectie. Dus die staan ook op een andere website. Gedeeltelijk staat er wel wat op de Duo-website, maar vooral op de inspectiewebsite. Dus ik zou naar deze link gaan. Hier zijn dus ook beoordelingen, dus onvoldoende, voldoende, dat soort dingen. Die worden alleen vaak dan weer op school- en afdelingniveau gegeven. Terwijl de financiële informatie dus op bestuursniveau wordt gegeven. Dus dat is even goed om in de gaten te hebben. En we hebben ook best wel wat internationale vergelijkingsdata. En dat staat hier. En we hebben ook heel veel informatie wat geen databestand is. Dus we hebben best wel veel websites die best wel wat informatie geven. Alsjeblieft niet allemaal platleggen, dat zouden we heel vervelend vinden. Dus niet te veel screpen. Maar bijvoorbeeld School op de Kaart is een initiatief waar heel veel informatie wordt gegeven. We hebben zelf ook een dashboard gemaakt waar we eigenlijk alle XBRL-gegevens al inzichtelijk hebben gemaakt. Een shiny dashboard, die staat ook online op onderwijs en cijfers. En sowieso hebben we ook heel veel informatie bij de sectorraden liggen. Dus die hebben ook veel meer interpretatie van wat er aan de hand is binnen dat veld. Dus zie je ook iemand van de VSNU, dus die heeft ook vast heel veel informatie. Die staat daar. Maar er zijn wel wat aandachtspunten dus. Zoals ik al zei, de hiërarchie van posten binnen XBRL is dus echt een ding. Want je ziet dus een totaalpost en daarnaast staan 2 andere posten, maar die opgeteld zijn deze post. En die informatie moet je wel even weten, anders ga je hele aparte dingen zien. Onderverdeling personeel materieel is iets wat best wel vaak gevraagd wordt, maar niet helemaal makkelijk te doen is, omdat er best wel geschoven kan worden in waar je welke post boekt. En dat doen scholen nou wel verschillend. Dus daar kan je best wel resultaten zien die misschien niet helemaal eroverheen komen. Dus aandachtspuntje. En we hebben dus ook een verschil van de grootte van de besturen. Want we hebben dus 1 pitters, dat betekent 1 bestuur is 1 school. Maar sommige zijn best wel groot, dus dan heb je misschien al 20 scholen.
Maar je hebt 1 bestuurscijfer of je hebt 20 indicatoren op schoolniveau. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden, zou ik denken. En ik las dus ook dat de Open State Foundation een API heeft, waar ze dat niveauverschil hopelijk up-to-date, zeg ik er even bij, hebben. Want er kan nog best wel iets veranderen in het aantal besturen. Dus je hebt fusies, ze splitsen, allemaal dingen. Kan je allemaal hier vinden, maar je moet wel even naar beneden scrollen. Dit is ons eigen dashboard. Dus daar bijvoorbeeld al wel de hiërarchie van die posten laten zien. En hebben we eigenlijk alle informatie voor alle sectoren financieel al inzichtelijk gemaakt. Dus niet dat gaan maken, want dat hebben we al gemaakt. Tenzij je het beter maakt, dan mag het wel. Vragen.